Mather, Del Cel, Engelmeer, Marken, Zuid tot Zuidoost. 4 tot 5, later afnemend, 3 tot 4. Zicht, Mather tot Hoek. Verwachting van 1 uur tot 13 uur, lokale tijd. Nou, dan hopen we te slapen. Zuidoost. Ja, dank u. Welkom terug aan boord van Drifter 20 Dulcibella. We zijn op terugweg vanaf het 22e traditionele waddenweekend. En dat is een rondje huizen, posthuis wat huizen geweest. Maar we zijn geschud door het naviduct om 9:30 en de wind is... Zuidoost was de voorspelling, maar er zit toch duidelijk een zuidelijke component in. Dus we zijn eigenlijk blij dat we net de Appelhoek gerond hebben bij Weidenes. Ligt voor op een koersje 210. Een rifje erin. En het leven speelt zich af onder een hellinghoek. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat het een hellinghoek is, dat is duidelijk. Als het zo doorgaat, dan komen we op deze koers over een paar uur uit in Edam. En dat is altijd een traditioneel warm welkom in Edam, maar daar zijn we niet naar op zoek. Ik denk dat nog eventjes doorhak naar het Kinselmeer. Of de beschutting van het paard, maar ik weet niet of dat met deze wind zo beschut is. Het Kinselmeer is eigenlijk altijd beschut. Dulcibella die heeft een rifje in het grootzeil. Stuurt zichzelf lekker en gaat met een vaartje van 4,5 knopen doorheen. Af en toe wat klappen. En moet natuurlijk ook eventjes naar buiten kijken, af en toe om de boeien te ontwijken. Het is toch heel goed gelukt. Ik weet niet of u het gier van de wind... Ik zal even kijken, ik neem u mee aan dek. Even kijken hoor, wat is dit knopje ook alweer? Dat is niks. Even naar buiten. Probeer de horizon recht te houden. Oh, pardon. Oh, sorry. De cameraman die wordt eventjes gefilmd door de zwaartekracht. Maar ik krabbel op. Ik denk dat er weinig meer hoort. Maar dit is hoe het Markermeer eruit ziet op een zonnige novemberdag. Op de neus. Het is inderdaad een varen koersje. Het is een beetje. Ik weet niet of ik kan zien. Maakt er niet zoveel uit wat er gebeurt in ieder geval. In de Kuip is het droog. En ik denk dat de ankerbak vrij volgende locatie is, maar daar gaan we ook niet. Ik had er wel aangeslagen om te kijken of dat nodig zou zijn en was in ieder geval paraat, maar de neus buiten de monding van het navigatie staken bleef het allemaal goed te handelen met een enkel rit. Nou, het is een niet echt een drukke bedoeling op de markt meer vandaag. Achter mij heb ik een prachtig bootje Siskin. Nou, wij gaan ons eventjes aan het wegwerken van de voorraden. Dit was Drifter 22 Dulcibella. Zaterdag 12 november 2016. Even de laatste legs van het 22e traditionele. Dit was Drifter 22 Dulcibella. Drifter 22 Dulcibella.